Wat zijn ongeveer de trends en de veranderingen die je dus opmerkt bij jouw consumenten? De grootste veranderingen zijn natuurlijk dat er veel minder mensen in het dorp zijn, doordat er minder mensen naar buiten gaan. Klantaantallen zie je teruglopen wat dat betreft. Alleen wij zijn gelukkig nog open. Als je open bent, heb je nog wat loop in de winkel. En je verkoopt weliswaar wat minder, omdat er ook geen feesten en partijen zijn. En de horeca dicht zitten waar wij allemaal aan leveren en vele slijterijen aan leveren. Dus ja, je hebt in ieder geval minder omzet, maar je hebt nog wat. Zaken die dicht zitten, die hebben helemaal niks meer. En ik denk dat dat voordeel dat we dan nog een beetje mogen op profiteren. Heb je ook bepaalde consumenten die niet kunnen komen en het bezorgd, de goederen bezorgd willen hebben? En hoe speel je daarop in? We hebben een tijdje geleden een stukje laten zetten in de Stentor. Dat we ook graag thuis bezorgen. Voor de mensen die het eng vinden om over de straat te gaan, zeker in de winkel te komen. Nou hebben wij hier het geluk nog een vrij grote winkel. We hebben dus de mensen ver aan elkaar kunnen houden. We kunnen wel 5, 6 mensen hebben hier binnen. Maar je merkt ook als de mensen binnen zijn dat ze ook rekening houden met elkaar. Dat ze van elkaar ver weg blijven. Dus echt de tijd nemen en anderen de tijd gunnen ook om op gemak iets uit te zoeken. Een stukje advies te kunnen krijgen en dat soort dingen. Wat dat betreft hebben ze meer geduld nu. En dat passen wij ook toe in de winkel nu met de zichtlijn op de vloer. Om aan te geven dat wat ongeveer 1,5 meter is. Ik heb de pinapparaat van de toonbank afgehaald. Voor de toonbank gezet om echt ruim een meter ertussen te zetten. Ja, en op die manier proberen we deze moeilijke tijden door te komen. Ja. Oké. Okay. En merk je een bepaalde verandering in gedrag van mensen? Zijn ze wat ontspannen? Zijn ze meer gespannen? Ik denk dat de mensen zijn meer bewust van dat ze echt afstand moeten houden van elkaar. Daar zijn ze wel veel mee bezig, maar je merkt wel als dan een toespraak komt van Rutte die dan zegt van nou we mogen weer ietsje meer, ietsje dat, dan denken ze, dan zijn ze ook weer gauw geneigd om weer die hele hand te pakken, terwijl misschien maar een vinger gegeven wordt. En ik denk dat daarvoor zullen we moeten blijven waken. De lijnen hebben we echt zover boven van de toonbank gehouden. Op het moment dat de mensen de lijnen zien, merken ze gelijk dat ze afstand moeten houden. Het pinapparaat hebben we zelfs van de toonbank afgehaald, op een tafel gezet. Dus je bent dan nog verder van de toonbank af. En de mensen vinden het prettig. Dat je mij aangebracht hebt. Nou, hoe zit dat met de bestedingen van de consumenten? Is dat bedrag hoger? Het gemiddelde aankoopbedrag hoger? Ja. Het gemiddelde aankoopbedrag van de consument die hier in de winkel koopt, heeft wel iets hoger als voor de corona. Komt ook omdat ze wat minder de zaken willen bezoeken. Dus echt wat minder op straat willen zijn. Het is te hopen dat ze, als ze de supermarkten zoeken, dat ze ook de kleine winkel hier blijven bezoeken, want die heeft nog meer ruimte dan in de supermarkt. Ja, ik zie dat je hier in deze prachtige slijterij nog een behoorlijke ruimte hebt. Dus ik denk dat de afstand van 1,5 meter, dat het in jouw zaak geen probleem hoeft te zijn. Nee, dat klopt. Dat geluk hebben we. En dat merk ik ook in de mensen, dat ze het wel prettig vinden dat ook al staan er 2, 3 man in de winkel. Ze merken dat als ze daar staan, dat ze ver genoeg van elkaar af kunnen blijven staan. Dat is zeker een voordeel, met mijn jeetje.